Oké. Nou, eens even kijken. Ik zie een aantal bekende gezichten van vorige keer, dus ik zal niet al te veel tijd spanderen aan wie we zijn. Dat heeft u vorige keer van ons mee kunnen nemen. Opgericht 1875, mevrouw Blavatsky. Geen nieuwe boodschap, oude wijsheid, universele wetten in de natuur. Daar gaan we vanavond over praten. Wat we daarmee kunnen doen en hoeverre dat we die ter onze motieven en idealen kunnen aanwenden. En dan alles natuurlijk, geen godsdienst hoger dan waarheid. Sommige kanten die beginnen er ook achter te komen. Die hebben allemaal een waarheidsbevindingsrubriek. En ik moet zeggen, het is toch wel eens leuk om gewoon eens even te lezen van waar staan de uitspraken op. En heeft dat nou wat of heeft dat niks. Maar dat is bij ons dus ook zo. Theosophia, wijsheid der goden. Oftewel, het is iets universeels, het is iets fundamenteels, maar het is ook iets van bewustzijnsgebieden die een stuk hoger zijn dan de onze. Dat is een hele belangrijke gedachte. Dus het is niet een waarheid of een wijsheid die is opgebouwd door u en ik, maar eigenlijk door wezens die ons in ontwikkeling, evolutie als het ware, vooruit zijn. Heden te dagen dus hoofdzakelijk bekend onder de term theosofie. En het is eigenlijk de kerngedachte die aan al die grote religies en filosofieën ten grondslag ligt. Als je de theosofie goed betracht, dan is het eigenlijk een synthese van wetenschap, filosofie en religie. Religie niet verwarrend met het begrip godsdiensten, want aan godsdiensten doen we niks, aan religie doen we veel. Religie in de betekenis van verbondenheid met de totaliteit. Zonder dat daar allerlei rituelen en vormen aan worden toegekend. Maar theosofie zou geen wijsheid ten goden zijn als we natuurlijk niet in staat waren om ook de wetenschappelijke vraagstukken, de filosofische en eigenlijk de religieuze vraagstukken op te lossen. En als we straks praten over praktische spiritualiteit, dan ziet u eigenlijk dat vele uitdagingen in het leven met al die drie de aspecten te maken hebben. Onderzoek is hetgeen wat we dus aanraden, want zelfbevinding, zelfervaring opbouwen, zelfinzichten krijgen is dus heel wat essentiëler dan een aardig artikel lezen en dan zeggen van nou, komt wel aardig over, het zal wel. Uitgangspunten, vorige keer ook met u besproken, zijn eigenlijk drie hypotheses. Oneindigheid of grenzeloosheid. Alles is in essentie aanwezig. Alle dingen die je maar in feite kan bedenken, die zijn er al. Dus uitvindingen, om zo te zeggen, die bestaan niet. Wel ontdekkingen, oftewel je kan wel tot een conclusie komen hoe dingen in elkaar zitten. Maar van ik heb wat uitgevonden wat nog niet bestaat, dat past niet in onze visie. Patenten en copyrights en zo, dat zijn dus allemaal wat dat betreft meer individuele wensen dan universele dingen. Cyclische beweging, uiterst belangrijk, ook in groot verband. Ook zeker voor het onderwerp wat we vanavond met elkaar bespreken. Want als we handelingen verrichten, wat zijn daar de consequenties van en op welke termijn spelen die? En die fundamentele gelijkheid van elk wezen met het grenzeloze is natuurlijk ook een hele essentiële gedachte voor jezelf om te concluderen dat je dus ook alle vermogens en alle mogelijkheden latent in je hebt. Als we daar een conclusie uit moeten trekken, dan komen we eigenlijk heel snel tot de conclusie dat bewustzijn de kracht achter elke manifestatie is. En die komt eigenlijk uit die gedachte voort dat er dus steeds hogere trappen zijn en dat dus eigenlijk universele wetten en gedrag worden vastgelegd op hogere niveaus en niet op lagere niveaus. U bepaalt wat er dus in principe als het ware in uw lichaam gebeurt. Misschien dat u zich daar niet altijd bewust van bent, maar dat is in principe wat u aanstuurt met uw denken, uw karakteristiek. Denkt u maar even alle psychosomatische en placebo-effecten. Dat zijn in feite allemaal voorbeelden
waarvan u eigenlijk uw lichaam, uw lagere natuur, in principe aanstuurt met de gedachtebeelden die u heeft. En als je daarover nadenkt, dan kom je heel snel tot de conclusie dat aan al die verschijnselen steeds een fundamentelere kracht de grondslag ligt. Vorige keer, dus vorige week, hebben we dus eigenlijk met elkaar een aantal dingen op een rij proberen te zetten en daarover te praten, om te kijken van wat is eigenlijk dat bewustzijn nou en hoe kenmerkt zich dat? En dit zijn even wat punten die eigenlijk de vorige keer de revue hebben gepasseerd. En dat we hebben gezegd, nou, bewustzijn kenmerkt zich door het feit dat je kan reageren op prikkels en dat je prikkels kan uitoefenen. Het is een hele simpele om in principe natuurlijk zo universeel mogelijk te zijn. Welke prikkels dat je dus waar je op kan reageren en welke prikkels dat je kan uitoefenen, wordt eigenlijk bepaald door je kwaliteit van ontwikkeling. En we hebben ook gesteld dat bewust, daar vandaan dat ik het nu ook geschreven heb, dus met een streepje ertussen en underlined, het bewust zijn dus eigenlijk een actief proces is. Omdat we daar dus even het vraagstuk hebben bekeken van, stel je nou voor dat er in je omgeving helemaal niks beweegt of verandert en dat je daar in principe dus dan naar kijkt. En we hadden gisteravond nog een studiegroep en die zei, het is zelfs zo dat als het beeld lang genoeg stilstaat op je netvlies, dat dan het waarnemend vermogen ook dus in feite zichzelf uitschakelt. Oftewel, het heeft dus eigenlijk beweging en verandering nodig om inderdaad tot waarneming te komen. Ik kende deze uitspraak niet, maar het zegt me wel iets. Oftewel, bewustzijn is een heel actief proces en daar gaan we dus eigenlijk vanavond dus veel dieper in kijken. En dat typisch menselijk bewustzijn is eigenlijk dat proces wat wij denken noemen. En dat denken is veel meer dan dat 2 keer 2 is 4, want vaak denkt men dat het alleen het intellectuele deel is. Nee, denken is eigenlijk al dat het totale proces waar emoties een rol in spelen, begeertes, intellectuele dingen, 2 keer 2 is 4, inzichtelijke dingen. Het is eigenlijk die totale combinatie van alles wat daar eigenlijk in onze denkwereld, in ons brein als het ware, in onze bewustzijn aan beelden in en uitgaat. Denkvermogen is een instrument, dus dat wil ook zeggen dat het te trainen is. En dat het in feite net zo goed te trainen is als spieren in je lichaam enzovoorts. Ja? Je kan ook leren moeilijkere dingen op te lossen. Elk onderwijsinstituut is daar natuurlijk in feite een voorbeeld van. En een paar kenmerkende dingen zijn in feite dat we eigenlijk de keuze hebben in ons denken of heel zelfbewust met zaken bezig te zijn, of dat men ze zo vanzelfsprekend vindt dat we ons totaal niet realiseren dat we die gewoontes en eigenschappen hebben en dat dus de omgeving eigenlijk ons vaak een terugkoppeling moet geven. Interessant, komen we ook nog op terug, bewustzijn is niet gebonden aan een lichaam of plaats. Dus het is niet de hersenen per se die bepalen wat u denkt, het zijn in feite andere processen. En ons lichaam, ons voertuig, wordt dus gevormd door de kwaliteit van wezen wat we zijn, in dit geval natuurlijk het denken. Een hele belangrijke gedachte, maar zeker ook voor vanavond, is dat vraag of dat bewustzijn oneindig is. En dan zeggen wij dus eigenlijk, in zijn mogelijkheden is dus niet en in zijn uitingen wel. Oftewel, we zijn beperkt in onze uitingen, omdat we een bepaalde kwaliteit van ontwikkeling hebben doorgemaakt. En in onze mogelijkheden zijn we dus niet beperkt, want dat is een kwestie van een groeiproces. Nou, gaat u even terug naar die eerste grondstelling, oneindigheid. Oftewel, de tijd die u heeft om al die dingen tot ontwikkeling te brengen, die is oneindig. Dus de mogelijkheden die we hebben zijn in feite dus ook oneindig. En wij moeten dus eigenlijk leren om ze tot uiting te brengen. En dat begrip bewustzijn,
houdt dan eigenlijk ook in, per definitie, beperkt zijn. Met alle respect voor natuurlijk zoals we hier zijn, is elk wezen, heeft een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt, een bepaalde manier van denken, een bepaalde voorkeuren, bepaalde gewoontepatronen, maar die voorkeuren en die ontwikkeling en die gewoontepatronen zijn in principe dus beperkt. Maar is niet principieel beperkt. Want we kunnen trainen en we kunnen doorgroeien. En we kunnen dus wat dat betreft eigenlijk heel harmonisch worden. En we kunnen zowel goed worden in talen als in wiskunde, als in muziek en andere vakken enzovoorts. We kunnen wat dat betreft natuurlijk in feite heel optimaal leren de mogelijkheden tot uitdrukking te brengen. En dan is er natuurlijk van de uitgangspunten zouden we moeten hanteren om die beperking en die mogelijkheden te kunnen begrijpen. Daar gaan we vanavond dus verder over kijken. Waar die beperkingen zitten om ook gelijk aan te geven waar dus de mogelijkheden liggen om daar wat aan te doen. Door jezelf te identificeren met steeds hogere bewustzijnsniveaus is er groei en uitbreiding dus mogelijk. Oftewel, door actief te zijn en ons te verdiepen in mogelijkheden die we nog niet begrijpen en kennen, is er dus in principe dus eigenlijk een groei. Titel, praktische spiritualiteit, is een heel belangrijk om even bij stil te staan. Want je zou eigenlijk hieruit de smaak kunnen krijgen dat er dus een niet-praktische spiritualiteit zou zijn. En als u de Theosophia dus wat beter zou kennen, dan zou u eigenlijk ook kunnen begrijpen dat spiritualiteit, bewustzijn, om zo te zeggen, altijd een rol speelt. Ook al zijn we zelf in die toestand van onzelfbewust. Als we slapen en we dromen, speelt het toch een bepaalde rol wat we hebben gedaan. Als we werken aan het uitbreiden van onze bewustzijnskwaliteiten, speelt het toch een bepaalde rol. Dus wat we bedoelen te zeggen is dat de wetmatigheden, en dan met name dus eigenlijk de wet van oorzaak en gevolg, werkt dus eigenlijk altijd. En of je je nou praktisch richt op die spiritualiteit, door te zeggen van, wat kan ik ermee doen en hoe kan ik het verder ontwikkelen? Of je kan ook zeggen, nou het interesseert me niet. In allebei de gevallen is daar gewoon een hele praktische consequentie. Dus het is niet zoiets van, nou het interesseert me niet, dus laat maar, want laat maar heeft ook een gevolg. Heeft dus ook een consequentie. En dat zijn ook dan dingen om eens even heel goed bij na te denken. Want je kan natuurlijk in het dagelijks leven zeggen, nou ik zie wel wat er gebeurt. En dan laat je het op je afkomen. Je kan ook zeggen, nee, ik wil graag sturen wat er gebeurt. Nou, in het laatste geval moet je actief optreden. In het eerste geval kan je dus zeggen van, nou ik kijk wel wat er komt. En dan ben je een klein beetje dat stukje wrakhout op die rivier. Dan zie je wel waar je terecht komt en dat lijkt dan, omdat je je er niet in hebt verdiept, een toevalligheid. Volgende maand, volgende serie, gaan we dus beginnen over karma en oorzaak en gevolg, om dat hele begrip toevalligheid met u te bespreken. Maar wat we bedoelen te zeggen is van, wat je ook doet en denkt, er zijn altijd gevolgen aan verbonden. Dus het is niet zo wat je kan zeggen, wat er in onze samenleving al eens vaak wordt gezegd, van nou, gedachtes zijn tolvrij. Je mag denken wat je wil, als je het maar niet doet. Nee, zeggen wij, zo werkt dat niet. Wat je denkt en wat je maar lang genoeg denkt, komt uiteindelijk zo concreet dat je het ook een gegeven moment, als het ware, gaat uitvoeren en gaat gaan doen. Daar vandaan dat we ook zeggen, elke gedachte, elke handeling heeft dus zijn gevolg. En als je dat natuurlijk voor jezelf overweegt, is het de moeite waard om natuurlijk een kwestie van controle te krijgen over die hele zaak. Een heel belangrijk principe om even aan het begin bij stil te staan, vrije wil. U zou de indruk kunnen krijgen dat als je kijkt welke wetmatigheden er zijn en welke wetmatigheden wij met elkaar bespreken, dat er dus geen kwestie zou zijn van vrije wil. Geen kwestie van keuzemogelijkheid of sturen wat je wil. Principieel heeft elk bewustzijn, welke kwaliteit dan ook, vrije wil.
Of we nou praten over een elektron, een cel, een orgaan, een menselijk wezen, goddelijk wezen, een super goddelijk wezen. Het is overeenkomstig zijn bewustzijnsniveau wat de mogelijkheden zijn om die vrije wil aan te wenden. En dan moet u dus eigenlijk nog een gedachte in meenemen. Dat wil zeggen, vrije wil, dat wil zeggen dat u de keuzemogelijkheid hebt. Dat wil niet zeggen dat u dus elk moment dus maar willekeurige beslissingen zou kunnen nemen. Ja? Een soortement willekeur. Want het is natuurlijk zo, hoe meer kennis dat je van de universele wetten in de natuur opdoet, hoe meer dat je begint te realiseren dat het verstandig is om overeenkomstig die wetten te leven. En dat is een stuk inzicht. En met dat inzicht beperk je dus de mogelijkheden, waardoor je zegt van nou, het is wel leuk en aardig, maar als ik nou gewoon even kijk naar het algemeen patroon, de natuurwetten, dan is het verstandig om dit wel te doen en dat niet te doen. Als menselijk wezen beginnen we dus ons een klein beetje bewust te worden van het feit dat we niet ongenuanceerd op die wereld maar kunnen doen wat we willen, omdat daar dus een bepaalde consequentie aan vastzit. Dat wordt dan uitgedrukt in uw footprint en groene keuzes enzovoorts. Dat zijn dus de populaire termen, maar dat zijn eigenlijk gedachtes, terugkoppelingen als gevolg van handelingen waarvan we beginnen te realiseren van ja, dit kan niet langer, want dan gaat het fout, dan groeit er niks meer en dan kunnen we dit niet meer en dan kunnen we dat niet meer enzovoorts. Dus vrije wil dus niet zeggen dat er dus een willekeur als het ware als mogelijkheid is, maar u heeft wel de principiële mogelijkheden om overeenkomstig uw inzichten en mogelijkheden een keus te maken. En dat is dus eigenlijk hetgeen waar we natuurlijk vanavond ook met elkaar over praten. Als je denkt aan die praktische spiritualiteit, dan is het natuurlijk gewoon de vraag van, wat wilt u? Nou, dat antwoord, dat merken we wel, maar ik ga u proberen te laten zien wat de consequenties van het een en ander zijn. Vorige keer hebben we met elkaar gesproken over verschillende gebieden van bewustzijn. En dat is denk ik een belangrijke gedachte om te realiseren, dat om ons heen, of door ons heen zelfs, als het ware verschillende gebieden van bewustzijn zijn van verschillende geaardheid. Dat is dan wat tegenwoordig dan eigenlijk als non-lokaal bewustzijn als kreet de wereld rondgaat. En er is een hele aardige denktank ontstaan op dit gebied om daarover na te denken. Maar het belangrijkste is dat u zich realiseert dat die gebieden van bewustzijn, principieel oneindig, in feite door ons op een of andere manier als het ware aan te raken of te beïnvloeden zijn. En dat zou u zich het beste kunnen voorstellen als u uw denkbewustzijn voorstelt als een radio of een tv-ontvanger en zender. Dat wil dus zeggen, u kan uit al die gebieden kan u bepaalde gedachten oppikken. Al die gebieden kan u bepaalde gedachten naar toezenden, beelden, ideeën. En het enige beperking die u heeft is het feit dat u alleen natuurlijk maar op die gebieden kan communiceren, zenden en ontvangen waar u de juiste karakteristieken voor heeft ontwikkeld. Ja, dus dat is in principe eigenlijk de kwaliteit van denken, je ontwikkeling van je denkvermogen die bepaalt op welke gebieden dat dan mogelijk is. En dat is precies hetzelfde voorbeeld natuurlijk als elke radio ontvanger en zender. Waar kan u dat op afstellen en wat wilt u ontvangen en wat wilt u in principe dus uitzenden? We moeten dus realiseren dat we dus eigenlijk in ons hele denkgebied, in onze hele denkkarakteristiek, veel meer types als ontvanger en zenders hebben als eentje. U kan intellectueel als het ware actief zijn, zenden en ontvangen. Als u belastingformulier moet invullen, straks dan mogen we dat weer doen, dan heeft u daar een intellectueel aspect voor nodig.
Maar er speelt ook dus een soort begeerte aspect van, we willen natuurlijk wel belasting betalen, maar niet te veel. Dus daar denken we dus over het algemeen creatief over na. Hoe dat we dat wel moeten doen en niet moeten doen. En dat is eigenlijk al een voorbeeld dat daar dus twee karakteristieken hand in hand gaan om een bepaald doel te bereiken. En dan bent u gewoon bezig om dat zelf volkomen dus te richten en daar te bepalen waar je voor open staat. Je kan een belastingalbumak kopen om eens te kijken waar je dus volgens de Nederlandse staat recht op hebt. En dan kan je kijken hoe je dat allemaal kan indelen en wat interessant is aan aftrekposten enzovoorts enzovoorts. En dan zijn we dus gewoon bezig om ons te richten op dat gebied, maar op hetzelfde moment dat wij daarover zitten na te denken, zenden we dus in principe eigenlijk ook die informatie uit. Dus het is eigenlijk altijd een duaal proces. Het is zowel ontvangen als uitzenden. En als u op ontvang staat en u begint erover na te denken, dan begin je eigenlijk in het klein alweer op datzelfde gebied iets uit te zenden. Ja? En of dat uitzending in overeenstemming is met hetgeen wat je van dat gebied binnenhaalt, dat bepaalt eigenlijk van in hoeverre dat je juist zit en hoeverre dat je dus mis zit. Ja? Dat kan bewust en onbewust plaatsvinden, maar nooit zonder oorzaak. Dus als u naar een film kijkt en u gaat helemaal mee in die film, dan ontvangt u een bepaalde informatie, maar u zendt ook gelijk die informatie uit. En dat heeft dus oorzaken en gevolgen. Dus als je een ons vraagt, uit theosofisch oogpunt gezien, van zijn al die geweldfilms als het ware zonder consequentie, dan zeggen we heel eenvoudig nee. Want er gaat dus bepaalde invloeden vanuit. Ik heb dat vorige keer gepoogd dus voor te stellen als een denker. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje fout om daar in die hersenen een paar tandwielen te tekenen, want daar vindt het in feite niet plaats, maar ik had wat meer moeite om een spiritueel gebied eromheen te tekenen. Maar het gaat er in feite om dat we ons eigenlijk visueel voorstellen dat we dus hogere hebben en individueel hogere gebieden en collectieve hogere gebieden, collectief lagere en individueel lagere. Collectief lagere, een algemene voorjaarsactie van verkoop wat er in januari plaatsvindt bij de meeste grootwinkel, grutters enzovoort. Ja? Individueel lager, u heeft toch interesse in die andere auto en zit daar dus allerlei foldertjes over na te kijken en komt tot de conclusie dat het toch wel leuk is enzovoort. Ja? Collectief hoger, daar kom ik zo nog even op terug, er zijn natuurlijk onpersoonlijke gedachtes die we wel met elkaar delen. He, zoals we nu langzaam maar zeker dat hele footprint en groene producten dus eigenlijk steeds actiever wordt. Dat is eigenlijk een collectief iets. En in hoeverre dat u daar individueel ontvankelijk voor bent en mee meegaat, is dus eigenlijk ook een keuze van uzelf. Als we gaan kijken met praktische spiritualiteit. En we gaan dus zien wat voor aspecten er spelen en wat er getraind kan worden. Moeten we eigenlijk goed realiseren dat er in ons denken ook drie niveaus van waarheidsbevinding is. Het stoffelijke. Ja, dus gewoon puur op het uiterlijk gebied. Het mentale. Dus eigenlijk in die denkwereld waar wij als menselijke wezens zitten. En eigenlijk het hoogste individuele, waar dus als het ware de universele spirituele wetten als het ware zich kenbaar maken. En ik heb het eigenlijk geprobeerd te koppelen aan de driedeling, geest, ziel en lichaam. Het onvergankelijke deel, daar horen dus eigenlijk de universele waarheden bij. De ziel, het lerende deel. Daar hoort dus, wat zei ik, universele waarheden bij. Lerende deel hoort de individuele waarheden bij. En het lichamelijke, dus eigenlijk het vergankelijke deel,
Dat is dus eigenlijk die ervaring op stoffelijk gebied, waar we vaak dus eigenlijk tegenaan kijken. Of het is chaotisch, we kennen het gedrag dus niet. Of we zien daar toch wel wetmatigheden in, maar daar hebben we wat moeite mee. Hè. Kijk u maar gewoon naar bijvoorbeeld, ik las vandaag een artikeltje over dus het stijgen van de zeespiegels en de oceanen. En dan zie je dat er dus zo'n kleine 20 jaar gemeten is. En dat die meetgegevens dus langzaam maar zeker bekend worden. En dan komen er allerlei vraagstukken voor waarom het dat niet mooi homogeen is op die wereld. Maar dat het in de ene gedeelte van de oceaan wat meer stijgt dan in het andere. Heb je natuurlijk al gelijk al de vraag van hoe kan dat. Hè? Vloeistoffen dat moet toch keurig allemaal uiteindelijk op hetzelfde niveau gaan werken. Maar er blijken allerlei lokale invloeden en krachten te zijn die daar een rol in spelen. Welke wetmatigheden daar dus bij horen, dat was nog niet bekend. Maar patroonvorming wordt wel aangedacht. En men pakt dat over het algemeen dan eigenlijk in modellen die worden ontwikkeld om te zien of die modellen, de omschrijvingen, de wiskundige omschrijvingen inderdaad dus als het ware kloppen met de effecten die we dus zien. Individuele waarheid is een hele belangrijke, want wat wij individueel als waar ervaren, hoef je dus met een ander menselijk wezen nog niet te delen. En kijk er maar gewoon in onze wereld, dan ziet u daar heel veel voorbeelden van, dat daar dus eigenlijk allerlei conflictvorming uit voorkomt. En universele waarheden, daar zitten we natuurlijk ook in onze wereld toch wel met wat discussie. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Dat je dus duidelijk ziet dat dat moeten we op een bepaalde manier proberen te begrijpen om te zien of het een universele waarheid is. Nou, laten we gewoon even kijken. De zwaartekracht, dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Daar is een wet voor, door Newton beschreven. Klopt die? Ja, zover we kunnen kijken, klopt die. Je zou hem dus kunnen scharen onder universele waarheid. Zij het, dat het natuurlijk wel een effect is wat wordt beschreven op de meer lagere gebieden, om zo te zeggen. Maar het is toch wel een interessante aangelegenheid. In dat hele proces van die drie waarheden moet je eigenlijk realiseren, als jij wil waarnemen en je wil dus komen tot de diepere kennis, dat je dus als het ware jezelf moet beheersen en moet proberen onbevooroordeeld waarnemen of CQ denken te doen. En jezelf zien te weerhouden van die eigen kleuring. En Plato geeft daar dus een heel eenvoudig voorbeeld in de staat, waar hij praat over de grot. Dat de mensen die in een beperkte omgeving zitten, om het even in mijn woorden te zeggen, daar dus een beperkte ervaring op hebben gedaan. En denken dat dus derhalve de hele wereld zo in elkaar zit, zoals het daar ook in die grot plaatsvindt. We moeten ook realiseren dat we dus, als het ware, volgens het stappenplan van denken, worden en zijn dus als het ware, ons ontwikkelen en de dingen tot uitdrukking brengen. En we moeten dus eigenlijk ook leren vooroordelen weg te nemen. En daar kom ik ook in feite straks nog wel op terug. Als we praten over ervaringen die we opbouwen, en je loopt wat langer mee in dit leven, dan praten we dus al snel over levenservaring. Ja? En dat is dus een individueel proces van dingen die we hebben meegemaakt en waarvan we zelf tot de conclusie zijn gekomen van dit blijkt toch wel waardevol te zijn, dit is de moeite waard om daarvan uit te gaan. Levenswijsheid wordt het ook wel eens genoemd. En dat je dus die overeenkomstig het vanzelfsprekend vindt om daar dus eigenlijk ook handelingen dus naar te ontwikkelen. We moeten het natuurlijk wel ervaren hebben. En dat zou je het idee kunnen geven dat je ook in principe door alle dingen moet gaan en alle dingen zelf moet uitvinden. Maar het is natuurlijk ook zo dat we gebruik kunnen maken van inzichten en kennis die als het ware ontwikkeld is. Ja? We kunnen gebruik maken van kennis van anderen. En dan komen we natuurlijk op het pad dat we in feite moeten toetsen. Wat wil ik hiermee zeggen?
Zo van, het is niet noodzakelijk om alle dingen zelf, als het ware, aan de lijve meegemaakt te hebben, om tot de conclusie te komen dat het misschien verstandig is om bepaalde dingen te vermijden en niet te doen. En dat we natuurlijk kennis uitdragen naar elkaar, dat is natuurlijk onderwijssystemen en al die leraren doen dat, die houden ons in principe die universele levenservaring en wijsheden voor. Hoe kan je dat doen? Je kan kijken naar de dingen die in de natuur plaatsvinden. En dan kan je dus patronen leren herkennen. Cyclische beweging is daar in feite zo'n voorbeeld van. Dat zie je in het klein, maar dat zie je ook in het groot. En als je je astronomie bedrijft, dan kan je dus hele grote cyclische bewegingen zien, waar men dan gaat kijken van, hey, in het universum is alles niet in dezelfde fase van ontwikkeling en die lijken dus toch wel logisch op elkaar te volgen, maar zetten dan natuurlijk wel een bepaald aantal dingen synthetisch, kunstmatig dus, achter elkaar. Je kan dus eigenlijk zeggen van, nou, die ervaring, die patroonherkende natuur, kan dus op aanbeveling zijn, door kennis te geven, of geboden en voorschriften. Nou, hoe gek het ook klinkt, we ervaren het laatste vaak als het makkelijkste. Van, zeg maar waar ik me al moet voldoen, en dan doen we dat wel. Terwijl de bovenste, dus aanbevelingen, kennisgeving, als het ware nog ruimte laat voor eigen verantwoordelijkheid en invulling. Die geboden en voorschriften, die zie je eigenlijk in twee vormen. In absolute en in relatieve. Een hele absolute is bijvoorbeeld de 10 geboden. Die omschrijft precies wat je wel en niet mag doen. En waar de verantwoordelijkheid ligt. Een relatieve vind je bijvoorbeeld veel terug in het boeddhisme. Waar staat bijvoorbeeld in de 4 verheven waarheden, het achtvoudig pad en de paramita's, het juiste handelen. Dus dat wordt niet omschreven. Maar er wordt geacht dat je op basis van jouw inzicht en met jouw levenservaring over die zaken nadenkt en komt door een eigen invulling daarvan. Oftewel, als je ver bent ontwikkeld, dan liggen dus de beperkingen dus zwaarder als dat je minder ver bent ontwikkeld. En dat is natuurlijk ook wat we in opvoedingen wel zien natuurlijk. Een kind wat een bepaald kennis nog niet heeft ontwikkeld, kan je wel helpen, maar kan je dus in een aantal gevallen dat niet aanrekenen dat het in zijn onwetendheid iets gedaan heeft. Terwijl zijn ouders die kennis wel hebben en die kan je aanrekenen dat ze dus daar wel iets aan hebben gedaan. Dus absolute omschrijvingen, 10 geboden en relatieve die als het ware op eigen inzicht en verantwoordelijkheid appelleren. Wijsheid van wereldleraar bestaat dus in principe dus eigenlijk uit universele wetten. En een heel goed voorbeeld is hetgeen wat we dus eigenlijk gebruiken in onze cursus levenswijsheid. Waar we dus praten over de 7 juwelen van wijsheid. Die dus een bepaald stappenplan geven om welk spiritueel vraagstuk waar u ook voor staat en uitdaging in het leven zodanig te analyseren en oplossingen te bedenken dat je ook kan inzien dat het ook inderdaad oplossingen zijn. Dat het geen problemen zijn die dus eigenlijk vooruitgeschoven worden, maar dat men inderdaad echt tot een dieper kennis komt. Ik laat ze hier even zien. Cyclische beweging, de eerste, wederbelichaming, oorzaak en gevolg, hebben we het met elkaar over gehad. Hiërarchieën van bewustzijn, dus niet fysiek, maar van bewustzijn. Het proces van zelfwording, ook qua bewustzijn, wat wij tot uitdrukking brengen. De progressieve evolutie, dat we in feite natuurlijk qua bewustzijn steeds verder ontwikkelen. En dat je natuurlijk ook over het motief kan praten, de 2 paden. Waar doe je het voor? Voor de totaliteit of voor jezelf? En de allerlaatste, maar ook de meest abstracte, het kennen van de kern. Oftewel,
Je kan dus eigenlijk de meest universele kracht in de natuur als het ware leren kennen in een abstracte ervaring in dus eigenlijk die uiterlijke wereld. Ze zijn natuurlijk niet iets wat dus op elkaar gestapeld ligt. Ze behoren dus met elkaar in verband gebracht te worden. En ik probeerde dat op deze manier dus voor te geven om te laten zien dat ze ten alle tijden, alle zeven, dus toegepast moeten worden. En we hebben natuurlijk wel de neiging om bijvoorbeeld karma en reïncarnatie als de meest populaire daaruit te pikken. Maar als je praat over praktische consequentie van je handelen en denken, dan heb je natuurlijk ook nodig van waar leidt dit toe? Gaat dit gevolgen hebben op basis van de plaats die ik inneem in de evolutie? Ja? En wat zijn de consequenties? Wat doet mijn komen in bepaalde situaties en in bepaalde bewustzijnsgebieden enzovoort? Daar heb je ze alle zeven in principe continu met elkaar nodig om daar voor jezelf een afdoend antwoord in te vinden. Waar vind je die wijsheid? In de heilige boeken. En dat is natuurlijk ook nog een klein beetje iets van, en wat zijn dan de heilige boeken? We hebben natuurlijk een brede overlevering van een aantal van die boeken. In het boeddhisme, Prajnaparamita's, in het christendom, Bergreden, Bhagavad Gita, Tao Te King, het Ramayana en al dat soort grote eposen, waar dus eigenlijk in bepaalde symbolische vorm of soms heel direct, als het ware die wijsheid wordt gepresenteerd voor jezelf om daar wat mee te doen. Maar het is wel een kwestie van natuurlijk in jezelf toetsen en in jezelf door de ontdekte wijsheid toe te passen, meer wijsheid in jezelf als het ware genereren. Dus een stapje verder kunnen komen. En in het proces van het onderzoek van die natuurwetten speelt natuurlijk van welke bril heb je op een uiterst belangrijke aangelegenheid. Wat zijn eigenlijk je kleuringen? Oftewel, wat ik hiermee probeer te zeggen, is dat je hebt dus eigenlijk die spiritualiteit en je handelingen brengen je in bepaalde situaties die overeenkomstig de karakteristiek van je handelingen zijn. En je kan dus, als je je wetmatigheden bestudeert, voor jezelf als het ware ook uitwerken van daar wil ik wel terechtkomen en daar wil ik niet terechtkomen. En als je daar voor jezelf een keuze in maakt, kan je dus als het ware je leven, je ontwikkeling zo sturen dat je vervolgens een bepaald pad ontwikkelt en daar terechtkomt. Daar spelen twee begrippen een enorme rol in. Objectiviteit en subjectiviteit. Om te laten zien wat daar dus plaatsvindt. Dus objectief, dat zijn dus de persoon of zijn oordelen, niet beïnvloed door persoonlijke gevoelens op opinies, vaak moeilijk. Subjectief, beïnvloed als het ware door die gevoelens en voorkeuren. En gaat u maar gewoon eens even na, als we nou toch praten over praktisch, ja. U komt bij uw dokter, uw baas, uw advocaat en u krijgt daar dus heel nuchter een aantal feiten neergelegd. En dan is het natuurlijk de vraag van hoe objectief kan je meedenken in hetgeen wat er voor je wordt neergelegd? Ja? Of zitten we daar heel gekleurd tegenaan te kijken van ja, maar in mijn geval vind ik toch dat die wet, vul maar in, of heeft u voor mij nou niet iets anders als oplossing voor dit probleem? Of ja, deze oplossing die wil ik niet, want die heeft te veel consequenties in mijn privéleven enzovoort. Je ziet heel duidelijk dat we natuurlijk wat dat betreft in die praktische spiritualiteit dus nog wel eens heel gekleurd te werk kunnen gaan. In Amerika is ons Point Loma symposium. Kregen we dus een heel aardig voorbeeld en dat werd Wilson genoemd. En dat was dus eigenlijk een gedachte die was overgenomen uit de film van Tom Hanks, Cast Away. Waar hij op een eiland aanspoelt met wat rommel. En onder andere een grote bal, voetbal. En hij is daar helemaal alleen. Hij heeft duidelijk problemen met het feit dat hij niemand heeft om tegen te praten enzovoort.
En hij begint op die bal een gezicht te tekenen, begint er wat gras tegen aan te plakken. En hij begint dus eigenlijk die bal Wilson te noemen. En voert hele gesprekken met die bal. En op een gegeven moment begint hij dus eigenlijk die bal dus, je zou zeggen als het ware, wat goddelijke eigenschappen toe te kennen. Ja? En als het dus op een gegeven moment allemaal niet zo prettig verloopt op het eiland, dan wordt hij heel pissig op Wilson. Dan geeft hij hem een rottrap, komt die bal in de oceaan terecht, in een bepaalde stroming, drijft weg, krijgt vreselijk spijt ervan. En hij gaat achter die bal aan, maar hij krijgt hem niet meer te pakken. Nou, is hij helemaal depri, omdat in feite zijn Wilson, als het ware, vertrokken is. En de vraag die eraan werd gesteld, en dat is dan typisch waar we hier over praten, hebben we een Wilson nodig of niet in ons leven? Hebben wij behoeftes aan voor onszelf ideeën en beelden op te bouwen, waar wij dus eigenlijk veel meer waarde en kracht aan die beelden toekennen, als wat ze dus eigenlijk inherent zijn? En daar dus een soortement vertrouwen in krijgen en ons misschien zelfs wel ook afhankelijk maken? Of is het zo dat we ons realiseren dat we met onze eigen ontwikkeling langzaam maar zeker kunnen groeien en dingen die we bij wijze van spreken aan het begin van ons leven waardevol vinden, rustig aan het eind van het leven tot de conclusie kunnen komen dat ze niet zo waardevol zijn. Of dat ze ze nut gehad hebben en dat je ze eigenlijk als het ware rustig kan loslaten. En dat loslaten, dat vereist natuurlijk wat. In het boeddhisme wordt met name in het Mahayana boeddhisme en zeker in die literatuur die bij die Prajnaparamita's hoort, wordt daar dus een voorbeeld gegeven. Daar gebruiken ze eigenlijk de metafoor van het bereiken van de andere oever, het gaan van de ene oever naar de andere, als het ware een rivier oversteken. En dat je daar een bootje of een vlot voor nodig hebt, dat mogen duidelijk zijn. En het vraagstuk is dan natuurlijk van, en als je nou aan die andere kant gekomen bent, ga je dat vlot meeslijpen of laat je dat gewoon achter? Heeft het zijn nut gehad? Of ben je er zo aan gehecht geraakt dat je het niet los kan laten en dat je het mee blijft dragen, zodat het in je verdere ontwikkeling een handicap blijft zijn? En dat is een hele interessante gedachte, want dat is eigenlijk ook de gedachte van groei. Ja? En je ziet het ook heel vaak in opleidingen. In opleidingen krijg je natuurlijk heel keurig, als het ware, een stukje theorie. En of het nou wiskunde is, of taal, of film erin, wat voor fysica of iets dergelijks, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Je krijgt een stuk theorie. Met die theorie ga je een beeld opbouwen. En dan ga je dus eigenlijk met dat opgebouwde beeld ga je wat practicum doen. En dat kan natuurlijk zijn in een lab, maar dat kan ook zijn in een fabriek of in het dagelijks leven. Dan ga je practicum doen en dan blijkt het dat die theorie best wel klopt, maar er zitten nog wat uitzonderingetjes in en niet alle gedrag is 100% voorspelbaar. Hè? Het licht wat reflecteert op een spiegel, dat is ook niet 100%, dat is in het beste geval 96 of 98%. Wat doet nou die 2 of 4% zich anders gedragen? Ja? Dat zijn dan van die vraagstukken, maar zo in het algemeen gesproken kan je er aardig mee uit de voeten. En de meeste berekeningen die je ermee kan doen, kloppen wel. Ja? En daarmee zie je dus in feite natuurlijk dat je dus als het ware voor jezelf zo'n metafoor hebt opgebouwd. Maar dat die nog net niet 100% weergeeft wat er nou echt gebeurt. En toen ik dus eigenlijk een halfjaartje terug las hoe ze tegenwoordig medicijnen ontwikkelen, toen was ik helemaal verbaasd. Dat je zou verwachten, daar zit dus een stuk kennis achter. Nee, ze hebben een machine ontwikkeld waar je dus gewoon een tientallen stoffen in duwt. Die begint die stoffen gewoon met elkaar te mengen en te combineren. En die gaat gewoon kijken van wat voor reacties zijn er. En tot er leuke reacties uitkomen, denken ze, hé, dat is een goede combinatie. Ja? Dus dat is gewoon try and error, waar dus eigenlijk kennis en inzicht nauwelijks nog een rol in speelt. Ja? Je mag hopen dat ze het goed testen, want je weet anders niet wat eruit komt. Dat hele Wilson-idee is natuurlijk eigenlijk iets wat ons als het ware continu partner speelt. Ja? Wij denken de ideale auto te hebben. We denken de ideale fiets te hebben. Ja? We denken de ideale baan te hebben. En dan gebeuren er een aantal dingen en dan blijkt het toch niet zo perfect te zijn. En dan moet je gewoon als het ware een keus kunnen maken in het leven om door te gaan en andere dingen in te kunnen doen. Dat hele proces kan je eigenlijk ook gewoon zeggen dat is een leerproces. Dat is een stuk
ontwikkeling wat je doormaakt en door misschien wel moet maken. Weliswaar moet in het licht van je eigen karmische oorzaken en gevolgen. Dus praktische spiritualiteit wil dus eigenlijk heel veel zeggen in de betekenis van wat voor beelden bouw je op, hoe ga je met die beelden om en ben je ook dynamisch genoeg om die beelden dus als het ware continu bij te stellen en te veranderen of ben je op een gegeven moment aan beelden gaan hechten en kan je die als het ware dus niet loslaten. Dat is eigenlijk allemaal wat in ons denkproces dus plaatsvindt. En dat denken, dat kenmerk wat we hebben, dat is dus eigenlijk dat continue proces van bewust of onbewust. We kunnen onbewust enorm gehecht zijn aan onze voetbal met een gezicht erop. Ja? Onze Wilson. En als men dan daar aankomt, dan blijkt ineens iemand ongekend emotioneel te kunnen reageren, zonder dat het eigenlijk verklaarbaar voor hem zit. Omdat eigenlijk in zijn emotionele natuur iets ligt wat hem heeft doen hechten aan iets wat eigenlijk op zich helemaal geen waarde heeft. Trainen wil dus zeggen ook inderdaad los kunnen laten van de dingen die je dus als het ware zo vanzelfsprekend vindt en waar je zo aan gehecht bent geraakt. En je ziet het natuurlijk heel duidelijk in allerlei wetenschappelijke disciplines. Als er iets nieuws wordt ontdekt, dan moet de nieuwkomer of het nieuwe idee moet heel gefundeerd proberen zijn idee te presenteren, want anders wordt hij in de kortste keren afgebrand. Want de gevestigde orde heeft zo'n zijn opvattingen. En als het nieuwe idee erg schokkend is, dan komt hij er gewoon helemaal niet door. En kan het zelfs gebeuren dat hij dus eigenlijk zijn baan verliest. Het leuke is dat Plato exact dat in het gedrag van die schrot als het ware heeft omschreven. We zijn het product dus van ons denken en handelen van dit leven en voorgaande levens. We komen niet als een blanco blad in deze wereld. We komen dus met een geschiedenis. En we hebben dus, als we geboren worden, ongeveer, zeg maar even voor het gemak, 21 jaar nodig om weer te zijn die we waren in voorgaande levens. De een is er wat sneller mee dan de ander. De een is met 15, 16 heeft hij als het ware de zaak om weer te pakken. En de ander die moet 30 worden en dan haalt hij het nog maar net. Ja? Dus daar ligt dus gewoon je spreiding in, afhankelijk van hoe je dus in principe daarmee omgaat. Dus we zijn geen blanke bladzijde. We zijn dus een duidelijk product van onze spiritualiteit uit voorgaande levens. Als u niet uitgaat van spiritualiteit, dan kan u eigenlijk al die gedachten van karma en reïncarnatie en hiërarchische structuur eigenlijk niet of nauwelijks volgen. Want als u alles ziet in die uiterlijke stof, dan kan je natuurlijk afvragen van als je gecremeerd bent aan het eind van dit leven, wat valt er dan nog te reïncarneren? Kan je voor jezelf het beeld opbouwen dat er dus een bewustzijn is, een spirituele kracht die gebruik maakt van zijn lichaam? Dan kan je natuurlijk heel duidelijk realiseren dat met crematie misschien het lichaam wel weg is, maar het bewustzijn niet. En dan komt er natuurlijk een andere interessante vraag. Wat gaat dat bewustzijn dan doen in die komende periodes? Daar gaan wij de komende series met u over praten. Maar het is voor nu van belang om te realiseren dat wat we doen of wat we zijn het product is van voorgaande keren en wat we doen als het ware meedraagt of meehelpt aan het produceren wat we zullen zijn in de volgende keren. Oftewel, we hebben allemaal te maken met een vrij lange termijn aangelegenheid. Planning. Krachter achter de materie. Dus dat is dus de kracht die we opbouwen, ons bewustzijn. Dat bewustzijn blijft, materie is vergankelijk. En dan dus wat ik net zei, reïncarnatie is alleen te begrijpen vanuit dus dit uitgangspunt. Dit is even het eerste stukje voor de pauze. U heeft nu gelegenheid om uw vragen te stellen. Meneer. U had het net even over levenswijsheid. En die stond in over ervaring is belangrijk. En twee regels nog aan. Van ja, je kan ook iets leren doordat iets verteld wordt. Ja. Dat lijkt wat met elkaar in tegenspraak. Nee.
je kennis die je krijgt op school, kijk, om een eenvoudig voorbeeld te geven, je kan leren vermenigvuldigen door uit je hoofd de tafels te leren. Ja? Dat was een vroegere methode, althans in mijn tijd. En je kan dus leren vermenigvuldigen door te na te denken wat het proces van vermenigvuldigen inhoudt. Ja? Dat dus eigenlijk vermenigvuldigen een methode is van herhaald optellen. Alleen dat het dus wat makkelijker is om te vermenigvuldigen dan dus 536 keer een getal op te tellen. Ja? Dus wat je dus natuurlijk eigenlijk doet is, je krijgt dus de theorie voorgelegd. En dan moet je voor jezelf daarmee gaan werken om dus die ervaring op te bouwen. Dus die twee staan niet los van elkaar. Okay? Ik heb dus iemand op het gebied van Gonio wat bijles gegeven. En veel over driehoekjes. En toen kregen ze een vraagstuk van een ladder staat tegen de muur. De ladder is zo lang, staat zoveel van de muur af. Volgens de veiligheidsvoorschriften aan de onderkant. Hoe hoog kan ik ermee komen? Ging helemaal niet. Want ze zag dus niet dat de ladder die tegen de muur stond eigenlijk ook een driehoek vertegenwoordigde. Ja? Dus dat had wat, als het ware, communicatie nodig en wat voorbeelden om te realiseren van verrek. In het dagelijks leven zie je natuurlijk heel veel driehoeken, om zo te zeggen. Ja? En dat is dus eigenlijk hetgeen wat moet plaatsvinden. Dus je kan die kennis aangereikt krijgen, maar je moet dus die kennis toepassen om voor jezelf dus eigenlijk meer dan die 2×2=4 te bedenken. En er zijn een hele hoop mensen die kunnen met zo'n driehoekje best rekenen, maar hebben ze wel een rekenmachientje nodig. Ja? En ze hebben dus niet het vermogen ontwikkeld om te kijken van nou, dat is ongeveer een hoek van zoveel en zoveel. Of de verhoudingen zijn zo en zo, dus dat moet ongeveer op een derde of twee derde uitkomen. Een soortement algemene, zeg maar, hoofdrekenen of pi mal duim, zoals ik dat al noem. Wat je een orde van grootte eruit krijgt, ja? Vroeger in mijn studietijd was het dus normaal, hadden we nog geen elektronische rekenmachines, begint oud te worden zeg. Maar hadden we rekenlinealen. En daar deed je alles met een rekenlineaal. En dat rekenlineaal, dat werkte uitstekend. Er was één ding bij, wat je dus wel zelf moest doen. De orde van grootte moest je wel dus in je hoofd meerekenen. Dus je kon op die rekenlineaal getal aflezen, maar je wist nooit of het dus eigenlijk 100 keer of 10 keer of 1 keer dat getal was. Dat moest je meenemen. Ja? Maar dat gaf je wel altijd de training om dat gevoel te krijgen van orde van grootte. Er zijn wel eens van die dingen, dan reken je dat uit en zeg je, ja, kan niet kloppen. Kan nooit dat het zo zwaar weegt of zo licht weegt. Daar moet een fout in zitten. Ja? En dat is je praktisch ervaringsinzicht. Ja? En dat is eigenlijk het inzichtelijke aspect waarvan je denkt, nou toch nog eens even gaan kijken, want er klopt volgens mij iets niet. Ja? Dus die twee gaan erg samen. Ook eigenlijk in de studie van spirituele dingen. Want wij hebben vaak de indruk, als je spirituele dingen bestudeert, dan moet je ze aannemen. Nee, op basis van hypothese. Dus als je dus, ik noem even wat, de bergreden leest, dan kan je over die uitspraken van Jezus ten Nazarene, kan je nadenken. En je kan kijken, kloppen die nou in de praktijk van het dagelijks leven? Ja? En ze kloppen allemaal, zoals de Nederlandse vertaling is, of de Engelse vertaling. Behalve eentje, daar zit een vertaalfout in. Zalig zijn de armen van geest. En dat klopt niet, dat zalig moet zijn zoekende. Ja? Want daar zit dus, en als je erover nadenkt, dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Iemand die dus mentaal of spiritueel niet ontwikkeld is, hoe kan die in feite dan in feite die zaligheid verkrijgen, die ontwikkeling doormaken? En toen wij ooit in Egypte waren bij de Kopten, hebben we dat eens met de lui besproken en begonnen heel vriendelijk te glimlachen en zeiden inderdaad van, het moet het is fout vertaald, het moet zijn zoekende. Ja? Maar dat zijn gewoon dingen ook die je dus moet denken. Je moet ook goed realiseren dat spirituele dingen die je dus bestudeert en niet toepast, ook in feite geen ervaring opbouwen en ook geen spirituele groei veroorzaken. Ja, dat is gewoon geloven. Ja, ja, ga je gewoon. Om te beginnen bij het kennen van de kern. Dat was het meest abstracte van het hele rijtje. Ja, van die, ja. 7 uur. Ja. En mijn vraag is, omdat ik toch een beetje mathematisch ben, het is het meest abstracte, kan je het dan bijvoorbeeld wel voorstellen als een oneindig dimensionale bol die je dan bent? Want een bol of een cirkel is het meest perfecte.
tweedimensionaal systeem, je dan een cirkel en dan ben je een oneindig dimensionale bol. Dan heb je eigenlijk al het kennen van de, wat is het? Van de kern, van de kern. In mathematische termen gezegd. Ja, met dat leuke verschil is dat het natuurlijk een intellectuele voorstelling is. En als je dus de oneindigheid moet voorstellen, dat gaat niet. Want als bewust zijn hebben we onze beperkingen. Dus we zitten altijd, filosofisch gezien, in die klem dat je zegt van ja, ik kan wel zeggen, die horizon die wijkt en elke keer als ik vooruit loop, dan gaat die horizon, gaat dus eigenlijk net zoveel als ik vooruit loop, gaat die horizon achteruit, om zo te zeggen. Ja? In die illusie kan je je begeven. Maar je moet je dus realiseren, je kan natuurlijk wiskundig heel makkelijk zeggen, ja, dat is inderdaad driedimensionaal een oneindige bol. Ja? Maar echt een concrete voorstelling ervan hebben we niet zo. Oneindig, drie, maar oneindig dimensionale, dus het is niet een driedimensionaal iets, maar een oneindig dimensionale bol, ja. Dat is misschien wel een benadering. De boeddhisten die zeggen eigenlijk, dat is dus eigenlijk die leer van sunyata, van leegte. Die zeggen dus eigenlijk van, de beste voorstelling die je kan maken van zoiets, is eigenlijk geen voorstelling. Ja? Leegte. Niet in de betekenis dat ze zeggen dat er niks bestaat, maar als je die totaliteit wil voorstellen, dan moet je je goed realiseren dat elke voorstelling die je maakt een beperking is. En als je dus eigenlijk in het boeddhisme dus in dat spoor gaat van mind only, die Mahayana stroming, ja, waar ook Tsongkhapa en zo dus uit voorkwam, die zegt dus eigenlijk, wat je ook doet, je stelt eigenlijk de wereld altijd voor vanuit jezelf. Ja? En dat is natuurlijk, als je kijkt naar objectiviteit en subjectiviteit, krijg je natuurlijk dat vraagstuk van, is dus eigenlijk objectiviteit wel mogelijk? Of moet je misschien realiseren dat je dan een zodanige subjectiviteit hebt ontwikkeld dat die zo groot is en we zijn er allemaal zo over eens dat wij het gewoon collectief objectief noemen? Ja? Ja, dat moet makkelijk uitleggen wat ik dan moet doen. Ja. Als we naar het dierenrijk gaan, bijvoorbeeld wormen of andere dieren met meerdere. Beentjes, we hebben vier uitsteeksels en een hoofdje. En als je hoger gaat, heb je een zon zonder armen en benen, dus het wordt dan een bol. En het heelal is dan eigenlijk ook een lichte bol. En, zo, en dan heb ik het over dus de bol als symbool van de dokter. Als je de mens zou kunnen zien in zijn wezenlijke vorm, zou je ook een bol zien. Ja, dat is wat ik bedoel. Maar een tweede vraag is: hier staat dat het bewustzijn blijft bestaan. Ja. Ik ben ook bezig al 25 jaar, echt serieus, urenlang per dag. En ik zou zeggen, zijn blijft bestaan. Want we hadden het net ook over onbewustzijn. En alles wat duaal is, en zijn is dan met hoofdletters, hè. Dat betekent zijn en niet zijn tegelijk. Hoe ik het dan definieer. Dus als je zegt, bewustzijn blijft bestaan, hoe zit het dan met onbewustzijn? Bewust zijn, dat is eigenlijk waar we even van uitgaan. Dat wil zeggen dat je op een bepaalde manier realiseert van je bestaan. Ja? Oftewel, dat is wat ik vorige keer heb uitgelegd, is daar is reflectie voor nodig. Ja? Daar is als het ware een object in je omgeving nodig om als het ware voor jezelf te realiseren dat je bestaat. Zou er niets in je omgeving zijn wat reflecteert of iets als het ware terugkoppelt op je, zou je dus van jezelf geen bestaan hebben. Dus om een voorbeeld te geven, als je 's nachts slaapt en je hebt een droomloze slaap en je wordt de volgende ochtend wakker, dan is dan eigenlijk een periode waarin je denkt van nou, dat was ik onzelfbewust. Ik was niet bewust van mijzelf. Droom je 's nachts, dan ben je op een bepaalde manier wel bewust van jezelf. Ja? Want in welke vorm dan ook, enzovoort, enzovoort, je maakt op een of andere manier als het ware iets mee. Ja? Dus het enige wat je wel in gedachten moet houden, is dat dat bewust zijn dynamisch is en niet statisch. Dus oftewel, het is aan groei onderhevig. Het kan zich uitstrekken. En dat kan zelfs gedurende de dag zijn. Ja? Als je dus in je stoel zit en je zit even rustig weg te dommelen, dan trekt dat bewustzijn zich als het ware terug. En als je aan zeer verheven dingen zit te denken, dan kan het zijn dat je dus ver buiten je huis, je land en zelfs buiten deze aarde zit te denken. Ja?
laatste. Ja. De vorige week had ik bewustzijn is niet gebonden aan het lichaam of plaats. Ja. En u zei net dat het soms af en toe terugkeert in uzelf. Ja. In mezelf is dan in feite niet lichaam, maar is eigenlijk dus mijn... In je grote zelf. Ja, in mijn bewustzijnswaarnemingsvermogen. Ja. Het menselijk wezen in deze stadium van evolutie is zo geconcentreerd op hetgeen dat hij dat lichaam heeft, dat hij denkt dat hij een lichaam is. Ja? Maar dat is niet zo. We hebben een lichaam, maar we zijn het in feite niet. We zijn een menselijk wezen, een bewustzijn met heel andere kwaliteit. Ja, die niet in dat lichaam zit. Eigenlijk kom je terug in je grote zelf. Ja. Spirituele zelf. Ja. Christus leeft als uitgangspunt neemt en je kijkt dan naar de armen van Christus zijn zalig, ja, zou je dan naar dat vertrek misschien wel kunnen op eenzelfde lijken zetten. Ja, maar luister, dan zou dat impliceren dat je zaligheid omschrijft als zijn je niks realiserende. Ja, het lichaam maar die trek van die bergen, die keten van de ontwikkeling van die bergen. Het is natuurlijk... Als wij praten over armen van geest, dan hebben we duidelijk te maken dat dus eigenlijk de ontwikkeling van de bewustzijnen, laten we maar even simpel zeggen, achtergebleven is. Ja? En de toestand van het niets voorstellen, sunyata, is in het boeddhisme juist een hoge mate van meditatie-concentratietechniek. Ja? Om je als het ware te weerhouden. Oké. Okay. Ja, zou ik dezelfde lichaam hebben. Maar ik wil anders zeggen, ik ga niet met je mee. Oké. Okay. Volgende. Houden we even pauze. Ja, oké, okay, Peter, ja. Zeg maar. Een van de vorige sprekers, Michel, u, maar het erover eens dat in wezen een mens een bol is. Ja. Dat voorbeeld. Nee, kan heel goed waar zijn, maar... Als je zou zien wat ons aurisch ei aan vorm heeft, ja, en de energie rondom, dan zou je dus eigenlijk iets zien wat veel meer een bolvorm is dan dus het lichaam met handen en benen enzovoort, ja? Ja? En dat is dan toch geometrisch. Dit is de sfeer, om zo te zeggen, de bol. Is dan de min of meer ideale vorm, maar je kan je afvragen of we het ideale al bereikt hebben. Want het is ook als een definitie gegeven van oneindig als een punt wat in zichzelf niet bestaat. Nee, ik denk dat je. Dit is de definitie van een monade. Mathematisch punt van bewustzijn, wat geen afmeting inneemt en geen plaats als het ware inneemt. En waarvan het centrum overal is en de omtrek als het ware nergens. Lijkt niets. Ja? Mathematisch punt van bewustzijn. Een denkbeeldig punt, om zo te zeggen. Maar het is overal en het heeft geen afmetingen. Ja. Een monade is een soort ziel van lichaam en ziel. Nee, monade is veel meer dan dat. Een monade, om het eenvoudig voorbeeld te geven, is een klein beetje oneindigheid. Dus oneindig. Ja, simpel voorbeeld. Ja. Maar weet je, je moet goed realiseren, het is wel heel essentieel. Als je dus onze theosofia diep wil doordenken, dat deze definities uiteindelijk van belang zijn. Want heel vaak gaat de universele wijsheid, de theosofia, als het ware in de praktijk van filosofische systemen en religies die vervallen tot godsdiensten, fout, omdat ze die principiële gedachten langzaam maar zeker loslaten en zo'n mathematisch punt gaan zien als God. Een goddelijk wezen, die van alles kan en van alles nog wat is. En dan gaan ze allerlei menselijke eigenschappen eraan toekennen. En dan kom je eigenlijk op je wilsen uit. Ja, dan moet je dus
daar bananen voor neerleggen en aan wat te drinken geven, enzovoorts, enzovoorts. Ja? Ja? Nou, hij was op een tropisch eiland dat hij daar terecht kwam en inderdaad dat soort dingen deed. Ja? Daar vandaan wat ik zeg, bananen. Ja. Mag ook appelsoort. Goed. Oké, ik denk tijd voor de pauze. Goed, dames en heren. We gaan graag met u verder. We gaan even wat aandacht geven aan karakteropbouw. Want praktische spiritualiteit moet je ook natuurlijk weten hoe het karakter wordt opgebouwd. Want als je weet hoe het wordt opgebouwd, heb je het ook in de hand om te kiezen. Dat gaat volgens de cyclus van gedachte, handeling, gewoonte, karakter, incarnatie. Ja, dus we denken iets. En als je het regelmatig overdenkt en je ermee bezighoudt, dan komen er dus handelingen uit voort. Je gaat er naar leven, je keuzes worden erdoor bepaald enzovoort. Doe je dat heel regelmatig, die handelingen, dan worden het gewoontepatronen. Dan, als je dat weer regelmatig doet, dan wordt het karaktereigenschappen, die ook in volgende incarnaties dus terugkomen. En als je dat karakterpatroon goed volhoudt, dan is dus eigenlijk je incarnatiecyclus dienovereenkomstig. Dus, als u tot een conclusie komt, deze incarnatie past mij niet zo, dan weet u wat u moet doen. Dan moet u beginnen met dus die gedachtenpatronen te veranderen, handelingen te ontwikkelen, andere gewoontes op te bouwen, ander karakter te vormen, zodat u dus dat de volgende keer bijstuurt. Als u zich afvraagt hoe doe je dat, en dat zou ik dus wel wat gedetailleerder willen weten, dat kan. Daar hebben we 5 oktober starten onze cursus Anders Denken voor, waar we u in 13, 14 avonden proberen dat te laten ervaren. Dus niet alleen uit te leggen, maar ook te doen. Hij heet ook Anders Denken. En heel enkele keer gebeurt het dat men tot de conclusie komt van, nou dat wil ik eigenlijk niet, ik wil niet anders denken. Nou dat kan. Als je natuurlijk heel tevreden bent met je karakter en met deze incarnatie, dan moet je dus eigenlijk daar niets aan veranderen. Er zijn natuurlijk wel 3 factoren, die we toen net al bekeken hebben, maar je moet ook goed realiseren dat als je dus gedachten neemt, handeling enzovoorts, dan kan je dat nog eens een keer opdelen in spirituele gedachtes, mentale of fysieke. En dat bepaalt natuurlijk als combinatie, als een soort van spectrum, geeft dat dus een bepaalde vector, een bepaalde richting waar je naartoe gaat. Dus wil je voor jezelf daar verandering in brengen, is het natuurlijk in eerste instantie interessant om analyse te doen. En als u daar wat moeite mee hebt, dan moet u gewoon uw omgeving eens vragen wat ze graag verbeterd bij je willen zien. Dat komt meestal ook wel een aardig lijstje uit. Ja. Mijn echtgenote is altijd heel erg goed in het beschrijven wat de ideale Herman is. Ja. Ja. Groeipad, cyclische proces van verwondering, onderzoeken, toepassen, zijn. Voor de techneuten heb ik dat in een flow diagrammetje neergezet, om het eens technisch te noemen. Verwondering is een uiterst belangrijke fase. Dat wil zeggen naar iets kunnen kijken, zonder dat je gelijk begint daar allerlei dingen in te benoemen en aan toe te kennen. U maakt iets mee wat u nog nooit eerder hebt meegemaakt en je kan gelijk zeggen, oh dat is dit, dat is dat enzovoort. Maar door dat te doen, pak je het eigenlijk in. En als je nou echt wil weten wat daar plaatsvindt, dan moet je daar eigenlijk objectief, of zover als mogelijk in uw vermogen, objectief naar kijken en gewoon het de tijd geven om dat eens gewoon rustig op je in te laten werken. Zo van,
Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Wat zie ik nou? Wat maak ik nou eigenlijk mee op dit moment? Ja? En dan kan je dus de volgende stap doen. Dus die fase van verwondering. Ga je onderzoeken. Ja? Mocht het onderzoek niet kloppen, dan ga je terug. Dan moet je dus overnieuw die fase van verwondering aannemen. Stel voor dat het onderzoek inderdaad iets oplevert waar je wat mee kan. Dan ga je toepassen. Maar als je toepast, dan blijkt het in de praktijk toch nog niet te werken zoals het zou moeten werken. Dus dat wil zeggen dat je weer terug gaat naar deze fase om er weer eens even over na te denken. En als je het toepast en dat is ideaal, dan word je het uiteindelijk. En als je tot de conclusie bent gekomen van ik ben de ideale figuur, dan hoef je dus niet terug. Maar zitten er nog wat kantjes aan, dan kan je dus terug om weer te kijken enzovoort. Dat is gewoon het proces waar je doorheen moet. En dat doe je ook wel natuurlijk. Hè? En dat doe je vaak natuurlijk heel automatisch. Als u rijlessen hebt gehad en u kan een beetje autorijden, nu heb je examen gedaan, dan ga je autorijden en je doet wat ervaring op. En dan ben je eigenlijk, als het goed is, gewoon in deze cyclische beweging bezig. Met het feit dat verwondering misschien wel door wat andere elementen wordt vervangen als schrikken en angst en hey, wat gebeurt er nou en zo. Maar in feite loop je ook via datzelfde patroon, waardoor je dus een bepaalde stijl ontwikkelt. Ja? U zou kunnen zeggen karakter. Ja? Dus ga je op een bepaalde manier om in je samenleving, dan is dit ook van toepassing. En loop je in feite langs al die zaken. Dat element van verwondering is een hele belangrijke. En dat komt eigenlijk heel goed tevoorschijn in Plato, om maar een voorbeeld te geven. Want er zijn meer plaatsen hoor, waar je dit vindt. Waar Plato dus de vraag laat stellen aan het orakel van wie de wijste is van Athene. En daar komt uitrollen dat Socrates dat is. En dan gaat hij dus eigenlijk de redenatie in van, nou moet ik oppassen, ik zeg het even in mijn woorden. Want ik zeg altijd van, ik weet niks, dus ik sta open voor alle kennis. En blijkt dus eigenlijk deze openstaan voor alle kennis, wat ik dan eigenlijk zelf verwondering heb genoemd, een veel essentiëlere benadering te zijn dan te zeggen van, ik weet het wel. Ja? Dus zelfkennis, zelfoverschatting, dat is eigenlijk elementen waardoor je dus als het ware je weten blokkeert. Een wetenschapper die het universum inkijkt en die gelijk zegt, oh dat is dit verschijnsel, dat is dat verschijnsel, kan heel goed zijn dat hij dus zichzelf als het ware uitsluit van een paar interessante details, waardoor hij misschien mogelijkerwijs een veel nieuwere of een veel fundamentelere gedachtegang zou kunnen ontdekken. En dat is dus die open mind toestand. Onbevooroordeeld, geen vooringenomen standpunt. Openstaan voor de dingen die op je afkomen, de durven over nadenken en als het ware ook dus met die overeenkomstige oplossing. Toepassen in de praktijk, want dat bepaalt in feite natuurlijk als de dynamiek van dat flowdiagrammetje. Als je het niet toepast, komt er geen terugkoppeling of het juist is. Ja? En dat is een hele belangrijke. En dan als het juist is, bouw je dus ook een stuk inzicht op. Onderzoek, niet aan nanemen wat anderen zeggen, maar zelf toetsen op juistheid, alleen op basis van hypothese. Het zou natuurlijk wel heel erg arrogant zijn om bij wijze van spreken te zeggen, nou alles wat er ooit in deze wereld is ontdekt en gesteld, is per definitie fout, ik ga gewoon opnieuw beginnen. Dat kan natuurlijk, en dan kan je dus aardig wat incarnaties mee zoet zijn. Je kan ook zeggen van nee, er zijn een aantal fundamentele dingen, en laat ik die maar gewoon eens op basis van hypothese aannemen. Dus niet geloven, maar oké, het komt mij logisch over. En op basis van die logica ga ik ervan uit, totdat ik in feite tot de conclusie kom van ja, het is juist of nee, het moet bijgesteld worden. En dat is dus eigenlijk dus wat wij dus in de cursus noemen het objectief idealisme. Iets is waar, zolang de waarnemer er werkelijkheid aan toekent. En dat is de gedachtegang. Oftewel, ben je gelukkig met het verschijnsel en je hebt er waardes aan toegekend.
En die bevredigen jou helemaal, dus daar kan je wat mee doen, daar kan je wat mee voorspellen. Nou, oké. Totdat je natuurlijk in die situatie komt dat je denkt van, hé, nou groei ik eruit, wacht even. Nou klopt het niet meer wat ik altijd in feite gezegd heb en gedaan. En dan moet je dus als het ware terug naar die verwonderingfase, over gaan nadenken en weer gaan kijken. Door die waarheid te worden, groeien wij in feite in bewustzijn. Onze grens wordt groter en we gaan een steeds groter veld, als het ware, overzien. Ja? Dat is een dynamisch iets. Wij kennen in de Theosophia het zogenaamde Raja Yoga, eenwording door koninklijk denken. En dat is dus eigenlijk een manier van denken waarin dus specifiek dus eigenlijk de eigenschappen van de mens als het ware aan bod komen en hem geleerd wordt om alle eigenschappen dus ook inderdaad tot uitdrukking te brengen. We kennen dus ook in die tijd van Point Loma, kennen we dus de Raja Yoga opvoedingsmethode, we kennen hem nog steeds. En die methode bestond uit het feit dat je dus kinderen ook leert alle dingen, dus muziek, literatuur, wiskunde, talen, niet eendere maar meerdere, niet één muziekinstrument maar meerdere. En je leerde ze in feite alle dingen en ze werden ook allemaal toegepast. Dus het ging er eigenlijk helemaal niet om van ben je er nou goed in, ben je er niet goed in. Nee, je moet ze gewoon toepassen. En je moet in feite dus wat je geleerd wordt, ook als het ware, dus ervaren door het te doen. Dus daar bestond de dag uit 's ochtends klassikaal lesgeven, ja, en 's middags toepassen. Toneelspel, muziektraining, werken in de tuin, omgaan met de bijen. Dus alle dingen die eigenlijk in dat leven plaatsvinden, werden dus continu gedaan. Dus je kreeg daar een heel ander beeld van onderwijs. Dus niet 8 uur per dag in de banken zitten. Nee, gewoon tot een lunchpauze, als het ware de theorie, als ik het zo mag noemen. En in de middag en de avond de toepassing ervan. Deed je mee aan het toneel, dan werden dus zelfs de kleren gemaakt. Leerde je muziekinstrumenten, dan speelden ze met 10 piano's in 1 ruimte, speelden ze 10 verschillende stukjes. Ja? Concentratieoefening. Je moest in feite natuurlijk luisteren naar je eigen piano en niet naar die andere. Ja? En zo had je dus eigenlijk een vrij harmonisch beeld om dus die eigenschappen naar buiten te laten komen. Wat we hier zien natuurlijk is dat er is veel training, intellectuele training, veel training in de banken om zo te zeggen. Maar in de praktijk, ja, wat gaan we dan doen om dus die kennis als het ware te onderbouwen en te laten ervaren? Want dat is natuurlijk hetgeen wat moet plaatsvinden. Anders denken houdt dus eigenlijk in zelftraining, zelftransformatie. En dat is dus eigenlijk het aardige van wat er ook in die Raja Yoga methode tevoorschijn komt. We kunnen dus een ander wel helpen, maar we kunnen het niet voor hem doen. Dus zelftraining en zelftransformatie zijn dus eigenlijk de sleutelwoorden. Waarom zelftransformatie? Omdat we uitgaan van het principiële idee. Iedereen heeft alle eigenschappen in zich. Dus hij is in feite op langere of korte termijn altijd ook in staat om die eigenschappen dus naar buiten te krijgen. Er is niks dodelijker door te zeggen tegen iemand van nou, dit ken jij toch niet of dat kan je toch niet. Ja, dat zit niet in jouw, nou vul maar in. Ja? Waardoor je gewoon in feite dus dat uitsluit en die hele training en die zelfstimulering geen eens opstart. Dus dat wil dus eigenlijk zeggen dat we zelftraining, zelftransformatie. Dus door middel van zelfstudie kan je ook worden die je wil. Door middel van zelfstudie kan je kennis nemen van alle dingen die dus in feite dus gepubliceerd zijn, om ook voor jezelf daarover na te denken en te kijken hoe dat je die in jezelf kan ontwikkelen. En dat allemaal in feite in de lijn dat het dus natuurlijk een hele praktische uitrolling is van allemaal latente vermogens die we in ons hebben. Als we een klein beetje van die oneindigheid zijn, dan hebben we oneindige mogelijkheden in ons en dan ligt ons groeipad ook in de verre toekomst. Kijken we in de cursus, dan zien we dus eigenlijk dat we dat opdelen in 2 helften. De eerste helft gaat over het feit van hoe werkt het denken? Hoe zit het denken in elkaar?
Welke factoren spelen daar een rol in? En dus die aard van het menselijk denken, de vraagstukken van werkelijkheid en illusie, lagere denkaspecten, hogere denkaspecten, dan de uitdaging van om uzelf te leren kennen. En hoe controleer je dat denken? Dat zijn dus, als het ware, dan weet je hoe de motor werkt na 6 lessen. En dan krijg je dus het meest moeilijke deel van de cursus, dat is namelijk, en nou toepassen. En dan kijken of je andere gedachten en andere ideeën kan opbouwen, zonder te vervallen, als het ware, in je oude patronen en die als het ware los te weken. Dus transformatie van ons karakter door dus eigenlijk het denken te richten en te sturen. Moet ik even kijken. Het is zo dat onze manier van denken, daar zit een traagheidselement in. Het is zo dat we over het algemeen wel aardig tevreden zijn met onszelf. En die tevredenheid doet ons eigenlijk al gelijk komen tot de situatie van ik hoef niet zo nodig, ik ben tevreden met de situatie waar ik in ben. Dus het veranderen, veranderingen, sterke veranderingen, daar zijn we over het algemeen niet zo goed in. Daar gaat dus een bepaalde tijd aan vooraf. Ja, als je dus je gedachtepatronen moet veranderen om tot andere handelingen te komen, daar zit dus een bepaalde tijdsperiode in. En dat kan voor de ene een jaar duren en voor de andere 10 jaar en voor de andere 2 levens of 3 levens om tot een bepaalde inzicht en ervaring te komen. Dus wat we proberen te zeggen is, realiseer je gewoon dat die traagheid erin zit. En hoe meer energie dat je erin duwt, hoe sneller dat gaat. Maar aan de andere kant moet u ze natuurlijk ook realiseren, hoe meer energie erin gedaan wordt en hoe sneller dat uw denken verandert, hoe sneller dat de totale situatie verandert. En volgende week beginnen we dus met karma en reïncarnatie. En dan zal je ook realiseren dat er dus karmische zaken zijn die bij het snel veranderen van het denken, dus ook karmisch gezien, dus wat sneller op je afkomen en processen zal versnellen. Dat traagheid van het denken komt eigenlijk het beste tot de uitdrukking in dat hele verhaal van de grot van Plato. En dat gaat even in het kort. Er zitten mensen in die grot. Die kunnen alleen de achterwand zien. En die kunnen dus niet naar het vuur kijken, nog hier door de poort naar buiten. En de patronen op die achterwand, daar zijn ze zo mee vertrouwd geraakt, dat is hun werkelijkheid geworden. Die patronen worden gegenereerd door mensen in de stad die door die tunnel lopen en allerlei dingen op hun hoofd dragen enzovoorts. Dus ook hier op de wand zie je dus gedurende de hele week verschillende patronen op de muur voorbij lopen en verschillende vormen. En de mensen die hier zitten bouwen dus eigenlijk een soortement gewoonte op om uit die patronen te kunnen genereren wat er als het ware plaatsvindt in die buitenwereld. Het is precies hetzelfde zoals wij dag en nacht ervaren, zoals wij het jaar ervaren rond de zon. Daar zitten ook als het ware bepaalde patronen in en daar zijn we dus ook mee vertrouwd. Nou, Plato die maakt ons duidelijk van als je iemand die hier groot is gebracht eruit haalt en je laat hem het vuur zien en je meent hem mee naar buiten, dat hij dus allerlei processen gaan plaatsvinden van angst, weerzin, agressie om zo te zeggen, omdat hij die veranderingen niet wil aangaan. Maar als zo iemand een tijdje hier buiten de poort is geweest en hij komt in feite weer terug, dan krijgt hij over het algemeen een sterke zendingsdrang en dan heeft hij de neiging om zijn oude collega's te vertellen, joh, wat je ziet, dat is niet waar, dat zit heel anders in elkaar. En dan worden dus de mensen die zijn achtergebleven onrustig, want die verliezen daar hun vertrouwen mee en krijgen dus daardoor dus wat vervelende commentaren op degene die terugkomt. Precies hetzelfde als er in de wetenschap wel eens nieuws ontdekt is of in de medische wereld of in de samenleving een verandering plaatsvindt. Er is altijd maar een hele kleine groep die in eerste instantie enthousiast is. Er is een grotere groep die altijd zegt van ja, moet dat nou wel? We waren er zo vertrouwd mee enzovoort. En het systeem werkte zo aardig. Ja, voor hun misschien. Ja. En daar dus altijd dat spanningsveld opbouwt. En spanningsvelden die groot zijn,
leveren dus eigenlijk ook conflicten op. Kijk u maar gewoon wereldwijd. U ziet dus dat deze karakteristieken van het denken die we dus met elkaar behandelen in de cursus. U moet goed in gedachten nemen, wij praten over het menselijk denken, waar we het Sanskriet woord manas voor gebruiken, met de onderkarakteristieken in dat denken. Die behandelen we met u en u mag er voorbeelden van geven om te kijken van of u dus deze waarheid ook kan ontdekken. Als u zo bezig bent, dan kan u zich afvragen van wat is in feite een bewijs voor mij? Een bewijs voor u zou kunnen zijn, wat je zou kunnen zeggen van nou, het stond in de krant en wetenschappers hebben het ontdekt. Denkt u maar gewoon aan allerlei metingen die worden gedaan en deeltjes die weer worden gevonden enzovoort. Maar u kan ook zeggen natuurlijk van luister, iets is pas voor mij echt fundamenteel waar als het geestelijk bij mij past en ik het kan begrijpen, dat ik het intellectueel kan begrijpen, dat ik het gevoelsmatig op zijn plaats zie zitten, dan zijn dus eigenlijk deze drie aspecten als het ware bij elkaar nodig om tot een totale harmonie te komen. Als het alleen geestelijk is, dan kan het wel, laten we zeggen, spiritueel heel interessant zijn en dat je denkt van nou, dat is een grondwaarheid. Maar als je intellectueel er niks mee doet en gevoelsmatig het niet op een bepaalde plaats kan krijgen, dan heb je in feite dus als het ware een stukje disharmonie. Nou, is het zo dat dit kan natuurlijk als het ware gestimuleerd worden door je op dat onderwerp te concentreren, er lang over na te denken, wat men dus vaak dus meditatie noemt, om te kijken van hoe kan ik dat spirituele nou intellectueel vertalen en hoe kan dat intellectuele nou als het ware in mijn gevoelswereld als het ware ook op zijn plaats vallen. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat het best is kan zijn als je hierover gaat nadenken en intellectueel erover nadenkt dat je tot de conclusie komt dat je gevoelens eigenlijk misschien niet op zijn plaats zitten. En dat die gevoelswereld wel gevoelsmatig iets als juist ervaart, maar dat het eigenlijk niet te stroken is met die hogere karakteristieken en dat eigenlijk een bepaalde tijd nodig is om tot een inzicht te komen. Om een paar hele praktische voorbeelden te geven, als u kijkt heden te dagen in al die medische vraagstukken die we hebben, of psychologische vraagstukken, van, ik noem maar even wat, depressie bijvoorbeeld is een hele bekende, maar gaat u ook maar eens kijken over dingen als welke medische handeling wil ik wel of niet ondergaan, ja? Welke medische handeling vind ik dus passen in mijn spirituele inzichten en mijn intellectuele benadering? Ja? En kan ik er dan ook gevoelsmatig nog mee uit de voeten? Het is dus eigenlijk zo, als je dat zou willen doen, dan moet je dus in principe dus eigenlijk die zeven juwelen van wijsheid toepassen. En dus je afvragen van welke effecten gaat het opleveren op korte termijn en op lange termijn. Het kan heel goed zijn dat een bepaalde handeling, keuze of behandeling op korte termijn een aardig effect oplevert. Maar als je erover nadenkt dat je het op lange termijn als het ware niet op zijn plaats ziet zitten. En dat is een hele belangrijke gedachte. En daar zit eigenlijk een afweging in die je moet maken ten opzichte van wat heb je voor jezelf ontwikkeld en hoe kijk je in feite naar die wereld. Als je dus een korte termijn behandeling doet, wat voor dit leven heel aardig is, maar als je zegt van nou praktische spiritualiteit, daar gaat het dus om, dan moet je je dus eigenlijk ook afvragen, wat gaat het spiritueel opleveren en wat gaat het spiritueel op langere termijn opleveren? Ja? En dan moeten we eigenlijk helemaal terug naar het begin van onze lezing, door te zeggen dat elke handeling en gedachte enzovoorts die je verricht, in het licht van praktische spiritualiteit altijd gevolgen met zich meebrengt. En je moet zelf als het ware die gevolgen en die consequenties doordenken van wat wil je. Nou is het natuurlijk duidelijk als je niet uitgaat van karma en reïncarnatie. Wat je heel simpel kan zeggen, nou ik ga dus voor het korte termijn effect. Ik kies voor hetgeen wat nu het beste is. Ga je uit van de spiritualiteit, dus je gaat uit van reïncarnatie en je gaat uit van karma en die andere vijf juwelen van wijsheid, dan kan je je afvragen,
wat gaat deze keuze, deze leefwijze, deze behandeling, deze relatie, deze baan, vul maar in, ja, mijn plaats in deze wereld, opleveren in het licht van de langere termijn ontwikkeling. Niet dat wij dat die keus voor u willen maken, maar als u dus kijkt in die literatuur, die spirituele literatuur van die oude religies en filosofieën waar de Theosophia in een aantal gevallen nog aardig doorklinkt, zie je natuurlijk altijd dat er dus wordt uitgegaan dat het lange termijn keuze in principe eigenlijk altijd de beste keuze is. Maar dat is uw eigen verantwoordelijkheid om te zien hoe en welke veranderingen als het ware u in deze incarnatie wil doorvoeren. Nou hebben we nog een aantal series voor de boeg in dit seizoen, waar we dus stapsgewijs al die aspecten nog met u behandelen en doornemen. Dus u heeft nog alle tijd om uw keus op te bouwen en vorm te geven. Wilt u wat concreet en snel beginnen, dan is 5 oktober in deze zaal een mogelijkheid om een directe start daarmee te maken. Oké, dit was mijn tweede deel en het woord is aan u. Herman, je hebt gesproken over manas. Ja. Is dat een Sanskriet woord? Ja. En komt daar ook het Sanskriet woord mens uit voor? Ja. En als we naar een soort reïncarnatiecyclus kijken van wat langere duurt dan een individueel menselijke reïncarnatiecyclus, maar bijvoorbeeld van het menselijke ras, het minerale ras, of het dierenrijk, ja, of de goden, de supergoden, ja, die ook genoemd zijn, wat ik me daarbij voor moet stellen, weet ik nog niet. Hoe kunnen we dat ergens in de tijd plaatsen? Of is reïncarnatie iets wat niet in een tijdcyclus? Ten eerste is het zo, dan loop ik een beetje vooruit in niet de volgende serie, maar daarop. De hele ontwikkeling van super dierlijk wezen, wat we waren aan het begin van deze cyclische beweging om mens verder uit te werken, ja, tot volledig mens, is 4 miljard 320 miljoen jaar. Dus dat is een aardige periode. Maar als u ervan aftrekt de uren of de jaren dat we dus niet spiritueel actief zijn enzovoorts, dan gaat er heel wat tijd van af. Ja? Hoeveel uren slapen we enzovoort. Dus dat is die grote periode. In die periode maken wij dus kleine cyclische processen door. Althans klein in de beweging van met een kortere tijdinterval. En dat is geheel afhankelijk van de kwaliteit van je denken. En welke gedachtenkarakteristieken dat je denkt. Dus mevrouw Blavatsky geeft dus in 1875 voor wereldwijd een gemiddelde op, een gemiddelde voor heel de wereld, van 3000 jaar interval tussen twee incarnaties. Maar u moet zich goed realiseren, wat zijn de bepalende krachten om dus terug te komen? Daar is het motief van ons denken heel erg van belang. Als je dus enorm op die uiterlijke wereld gericht bent, en je vindt dat fantastisch en hier is het allemaal enzovoorts, dan verkort je ook je interval. Dus dan heb je geen 3000 jaar nodig, maar dan ben je misschien met een paar honderd jaar alweer weer terug. Ja? Hou je heel erg van die spirituele innerlijke gebieden, dan verleng je de periode. Ja? En dan red je natuurlijk niet met een paar honderd jaar, dan is misschien zelfs een paar duizend jaar aan de korte kant. Ja? Is het motief, bij wijze van spreken, je bent heel spiritueel, maar je motief is om je heel erg in te zetten voor je medemensen, verkort je dus in feite ook weer je interval. Dus dan doe je er ook weer korter over. Is je motief van, oh, het is zo fantastisch in die spirituele gebieden, dan rek je het weer op. Ja? Oftewel, in andere woorden, het is individueel bepaald door middel van je eigen gedachte, handeling, gewoonte en karakterkarakteristiek. Ja? Wat leeft er in je? Wat zijn je motieven? Maar je kan dus zeggen wereldwijd, piemel duim. Nou, mevrouw Watsky noemt 3000 jaar. Dr. de Pruke zegt 100 keer je leeftijd die je geworden bent. Dus word je 80 jaar,
8000 jaar. Ja? Word je 20 jaar? 2000 jaar. Maar dat zijn alleen maar richtlijnen, dat zijn geen absolute getallen. Ja? Dus je kan niet zeggen van, nou oké, ik noem even wat, stel voor dat ik binnenkort overlijd. Want ik denk, nou, hoe oud ben ik dan geworden? 100 keer, dus 7, 8000 jaar weg of zo. Ja? Dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Dat ligt afhankelijk van wat er in me leeft en welke aantrekkingskrachten er bestaan. Het is precies hetzelfde als dat u besluit om op een hele interessante vakantie te gaan. Je moet er de volgende ochtend vroeg voor je bed uit. Je gaat 's avonds, ga je betijds naar bed toe en je bent al een uur, twee uur, anderhalf uur van tevoren ben je al een paar keer wakker. Van, oh nee, ik kan nog even blijven liggen. Oh nee, ik kan nog even blijven liggen. Waarom? Er speelt iets in je bewustzijn wat je enorm doet trekken naar deze uiterlijke wereld. Ja, er gaat iets spannends gebeuren. Iets leuks gaan we meemaken. Ja? Moet je een operatie ondergaan, dan heb je ook zoiets van morgen. Ja? En dan lig je ook eerder wakker als dat je eigenlijk zou willen. Ja? Dus dat is navenant in het klein wat er ook in het groot kan gebeuren. Dus het zijn eigenlijk richtlijnen, die getallen die je in de literatuur vindt. Ja? Ja? Een extra vraag op die vraag is, als je dan samen van dier, of ik denk elementaal naar mens gaat, dus 4,3 miljard. Dat is een dag van Brahma, als ik het goed begreep. Ja. En hoe lang doet het dan ongeveer om bijvoorbeeld van mens tot een zon te gaan evolueren? Hebben jullie daar ook aan het doen? Maar wat stel je voor bij die zon? Dat is ook een levend organisme. Ja, nee, dat was mijn vraag niet. Wat stel je voor bij een zon? Wat voor type wezen is dat voor? Ja. De zon is gewoon een lichtgevend organisme. Ja, maar wat voor, hij praat over bewustzijn. Wat voor bewustzijn is dat? Menselijk wezen? Nee, de zon is geen menselijk wezen. Goddelijk wezen? Voor mij is het een goddelijk wezen. Dan moet je dus eigenlijk realiseren wat er speelt. Maar zou je je kunnen voorstellen dat ik, absoluut geen goddelijk wezen, voor de cellen in mijn lichaam en de elektronen en de atomen in mijn lichaam wel een goddelijk wezen ben? Ja? En dat het in hun ervaringswereld vreselijk lange periode is die mijn leven duurt? Ja? Nou, dan heb je het antwoord. Ja. Als we nou eens een andere definitie geven van de zon, en zeggen de zon is een soort lichtwaker in dit planeetstelsel, wat als een soort poort werkt naar een ster of verdere kosmische gebieden daarachter. Hoe zou je dan antwoorden? Nou, wat je dan doet, is in feite natuurlijk heel erg naar die uiterlijke kant kijken. En zoals de astronomen dat zien, ja, die kijken naar de zon. En er is een hele tijd geweest dat men dus gewoon daar berekeningen op los liet. Nou, de zon is kernfusie bezig. De massa van de zon is, vul maar in, zo groot. Ja. En als we dat dan uitrekenen, dan is de levensduur, nou, weet ik het wat, hoeveel miljard jaar dat ze kwamen. Totdat men een jaar of, denk 15, 20 terug, voor het eerst erachter kwam dat de zon ook consumeert en spijsvertering heeft. En dat er dus kometen, er is toen een satelliet gelanceerd, SOHO heette dat ding, en die hing dus eigenlijk altijd pal op de zon gericht, continu, en die gaf dus plaatjes door. En toen bleek dat er op jaarbasis tientallen kometen werden opgeslokt. En dat in die levensduur van SOHO praten we over vele honderden kometen. En toen moest men eigenlijk tot de conclusie komen, hé, die zon heeft ook een soort mensstofwisseling. Want er gaat zoveel massa in. En zelfs als je dus denkt als wetenschappers van, nou, die massa die gaat door middel van kernfusie, wordt die omgezet in energie enzovoort, kwamen ze al eigenlijk tot de conclusie van dat de berekening niet klopte. Nou, oké. Theosofie leert ons, wij hebben 4 miljard 320 miljoen jaar nodig. Dat is dus eigenlijk ook een fase in het leven van die zon. Ik zeg niet dat die zon net zo oud wordt, maar je zou kunnen zeggen, Devi zei het al, een dag of een nacht van Brahma wordt ook uitgedrukt.
Oftewel, je moet eigenlijk dan denken dat wat voor ons een gigantische evolutieperiode is, voor dat wezen een dag is. Ja? En zoals je terugdenkt, wat voor mij een dag is, is natuurlijk voor de cellen en de elektronen in mijn lichaam, is natuurlijk een gigantische evolutieperiode. Want als je één zeg maar omgang van het elektroon neemt rond de kern, als zijnde één dag voor hem, zoals wij dat ook rond de aarde kennen en zo, nou, dan kan je wel uitrekenen hoeveel dagen er ondertussen zitten, ja? Die snelheid is gigantisch. Dus zo moet je eigenlijk, je kan dus wat dat betreft niet in absolute denken, je kan alleen maar eigenlijk in relatieve denken. En op een gegeven moment kom je natuurlijk aan getallen die zijn zo astronomisch dat, ja, het is wel leuk, maar daar heb je ook geen voorstelling bij. 4 miljard 320 miljoen jaar, stelt u zich dat maar eens voor. Toch redelijk lastig. Ja? Maar je kan wel denken in verhoudingen, in cyclische bewegingen, in slapen- en waaktoestanden en zo. En dat geeft je wat meer handen en voeten aan zo'n beeld. Volgende vraag. Voor de pauze sprak je over waarneming. Stel dat je nu in een gebied bent waarin je wel kunt waarnemen of niet, hoe beweegt dat zich? Hoe leer je ergens in waarneming? Nou, weet je, het is natuurlijk zo. Als je heel essentieel die vraag beantwoordt, moet je realiseren dat in welk gebied dat je ook komt, bepaalde dingen je kan waarnemen, bepaalde dingen je niet kan waarnemen. Maar als je voor het eerst in een nieuwe cultuur komt, dan kan je eigenlijk alleen maar die dingen waarnemen die als het ware in jouw denken herkenbaar zijn. En er zullen in andere culturen dingen plaatsvinden waarvan je ze in eerste instantie misschien geen eens opmerkt. En in tweede instantie, als je ze opmerkt, helemaal niet begrijpt wat er in feite nou plaatsvindt. Ja? Dus dat vraagje stuk van waarnemen, niet waarnemen, speelt eigenlijk altijd. Ja? Als je dus, ik noem eens even wat, absoluut geen affiniteit hebt met wiskunde. En je loopt de collegezaal binnen van een of andere wiskundecollege. En je gaat erbij zitten, nou dan mag het misschien aardig zijn. Dan kan je de banken herkennen en de prof die praat, maar waar hij het over heeft en welke ideeënwereld dat hij behandelt is, gaat totaal aan je voorbij. Ja? Dus dat moet je dus realiseren. Er vinden dus continu dingen plaats die we waarnemen en dingen die we niet kunnen waarnemen. Kijk u maar gewoon heden te dagen wat er gebeurt in de financiële wereld. Ja? Er worden allerlei beschouwingen op losgelaten enzovoorts enzovoorts. Nou, dat is een veelheid van beschouwingen. Er zijn maar weinig beschouwingen, vind ik, die dus zich kenmerken door een grote mate van helderheid. Ja? Dus dat doet zich altijd voor. Ja? Dus dat vraagstuk van wat neem ik waar en wat neem ik niet waar. Ja? Ga maar naar een museum toe, kijk maar naar schilderijen, vind je ze mooi, vind je ze niet mooi? Ja? Als je ze mooi vindt, wil dat meestal zeggen dat je er affiniteit mee hebt en dat je er dus allerlei dingen in ziet. En als je ze niet mooi vindt, ja, laat maar. Ja. Somber. En als je dan een van de zeven juwelen van wijsheid krijgt, de karma en reïncarnatie, zou je dan kunnen zeggen dat wat je niet zag tijdens een bepaalde incarnatie, komt op een bepaalde manier karmisch als spiegel terug? Kan. Kijk, karma wil eigenlijk zeggen dat er dus op elke handeling die je verricht een gevolg komt. Dus het is afhankelijk wat voor handeling heb je gericht om te weten wat voor gevolg je eruit gaat krijgen. He, dus karma is eigenlijk in zichzelf heel simpel. Het zegt alleen maar dat elke handeling die je verricht een gevolg met zich meebrengt. Of alle dingen die je meemaakt een oorzaak hebben. Om het om te draaien. Maar welke oorzaak
En welk gevolg? Dan zou je moeten kijken hoe het zich voordoet. Ja? En dat is dus iets wat eigenlijk voortkomt uit je gedachten, je handeling, je gewoonte, je karakter. Ja, op een grotere schaal voor bijvoorbeeld manassisch menselijk denken. Ja, nee, dat hebben we dan wel. Ja. Maar eigenlijk is het zo, de zeven leven, kan je als je dus echt erover wilt nadenken... Kan je ze niet loszien van elkaar. Dus al die aspecten van hiërarchie enzovoort, die moet je dus eigenlijk altijd meenemen, omdat je staat niet geïsoleerd. Het kan zelfs niet. Hè? Ik bedoel, er bestaat geen enkel bewustzijn in het universum wat volledig, zelfstandig, afgescheiden kan leven van die totaliteit. Ja? Alles is met elkaar verbonden. Misschien heel erg indirect, 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 maar principieel zijn we met elkaar verbonden. Op het moment dat je dus denkt aan een ster in het universum, heb je daar op een of andere manier contact mee en heb je daar een invloed op uitgeoefend. Minuscuul, verhoudingsgewijs zou je kunnen zeggen verwaarloosbaar, maar principieel wel aanwezig. Ja? Als je een buffermans in een verbroken sterren. Als je natuurlijk als je een minuscule verandering vermenigvuldigt met oneindig, heb je een hele grote verandering. Ja, dat is de tijd die je ter beschikking hebt. Die vergezichten van grote thermische tijdperken, een functie in ontwikkeling, hoeveel hebben we 100 jaar lang in het hier en nu? De dingen die we nu doen. De een zal het belemmeren en de ander zal het stimuleren. Ja, als jij niet objectief naar de dingen kan kijken die in je leven plaatsvinden, dan zal dat je handicappen. Ja? Dan ga je dus emotioneel erbij aan de haal en dan word je er dus eigenlijk mee door beïnvloed. Kan je er objectief naar kijken en kan je dus gewoon de, als het ware, oorzakelijkheden daarvan onderkennen, weet je ook welke handelingen je moet verrichten. Wat niet altijd wil zeggen dat je met het verrichten van een handeling er ook vanaf ben. Want er zijn natuurlijk over de vele incarnaties dingen opgebouwd die ook al langer de termijn lopen. Ja? Je zei ook dat er iets waar is zolang de waarnemer er werkelijkheid aan toekent. Ja. Dat is eigenlijk de basisgedachte van de kwantumtheorie ook. Voor zover ik dat snap. Dus toen mevrouw Blavatsky in 1887 dacht ik, deze leer verkondigde. Hij is wel ouder, deze leer. En ik bedoel, ze bracht het naar het westen toe. Daar waren mensen als Rutherford en alle andere Schrödinger die het oppakten. En die begonnen dan ook experimenteel eigenlijk dat... Becquerel is eigenlijk de eerste geweest. Becquerel was de eerste? Ja. Oké. Dat is interessant. En toen kwam dus dat echtpaar, Curie en onze mensen enzovoort. En toen kreeg hij, in de kortste keren kreeg hij dus in de fysica een verandering, dat was gigantisch. In 15, 20 jaar tijd ging hij volledig op zijn kop. En daarvoor dacht men, fysica, moet je niet studeren, we weten binnenkort alles, alles is al bekend, dus laat maar. En nou bouwen we gigantische machines om te kijken wat er nog veel meer in die fysica zit. We lopen een klein beetje naar het eind. Ik heb nog even een slide voor u gemaakt om te laten zien wat we eventueel voor u zouden kunnen betekenen. Daar kan u kennis van nemen. En dan wil ik graag eindigen met gongslag en stilte na het zeggen van een invocatie. Volgende week gaan wij beginnen aan de vierweekse lezingenseries. We gaan praten over reïncarnatie, eeuwige groei. Dus ik denk dat wij een aardig bodempje hebben neergelegd om het denken daarin te betrekken, spiritualiteit. Dan kan u volgende week de details tot u nemen. En uiteraard dienovereenkomstig handelen. O gouden zon, met uw verheven luister, verlicht ons gemoed en vervul onze geest. Omdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort. Naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.